Ik ben Caroline Visser en ik ben diaken in de Protestantse kerk in Wijchen. En wij hebben een aantal jaren geleden, was hier in Wijchen een AZC, dat is hier maar heel kort geweest. Maar toen zijn wij in aanraking gekomen met asielzoekers, vluchtelingen. En wij hebben daar als diakonie in Wijchen heel veel gedaan. En later is dat eigenlijk verder gegaan door de noodopvang. En dat hebben we in de hele regio opgezet. En dat is het interkerkelijk platform Kerk en Vluchtelingen in de regio Wijchen geworden. En daar ben ik coördinator van tot op vandaag. Hi. Hi. Hoe is het? Goed. Ja? Ja. Met jou? Goed? Ja. Het project Maatwerk voor Pardon is gekomen omdat wij in Wijchen al contact hadden met pardonners. En wij in het platform ook hartstochtelijk gevochten hebben voor die pardonregeling. Wij kenden pardonners in het AZC Graven. Mensen die we al langer kenden, eerst vanuit het AZC Wijchen. Maar wij hadden ook in de noodopvang mensen die toen onder de pardonregeling vielen. En met name die mensen die als eerste toen gehuisvest zijn, daar merkten we bij dat er zijn heel veel dingen die ze kregen en die goed gingen. Maar het was voor mij als diaken, samen met de anderen zeiden we van ja, maar eigenlijk is dat toch niet voldoende voor die mensen om snel te kunnen starten. Het waren mensen die lang gewacht hadden, die lang in Nederland waren en die het ook niet snel genoeg kon gaan om hun plaats in de Nederlandse samenleving te krijgen. En daar waren andere dingen voor nodig. Want deze mensen moeten vanaf de grond alles opbouwen in een vreemd land, in een andere taal, in een andere cultuur en hebben niet een netwerk waar ze op kunnen terugvallen. En toen hebben wij het Maatwerk voor Pardon bedacht. Alleen daar is heel veel geld voor nodig. En daar moet je op zoek naar potjes. En voor dat Maatwerk voor Pardon is een behoorlijk bedrag binnengekomen. En daar hebben wij het Maatwerk voor Pardon kunnen doen. En dat is nog niet klaar, daar zijn we nog steeds mee bezig. Ik ben Riet Voordendag. Ik ben 8 jaar diaken geweest bij de PKN in Wijchen. De mensen die iets willen hebben van maatwerk, die komen bij ons terecht via vluchtelingenwerk soms. Soms komen ze zelf omdat ze gehoord hebben van het maatwerk. En dan ga ik bij mensen op bezoek, omdat het gewoon heel belangrijk is dat je mensen leert kennen. Dat doen mensen die met kleine kinderen zitten. We hebben laatst een fietskar uitgedeeld. Er zijn heel veel computers, omdat dat toch heel belangrijk is voor integratie. Dat is gewoon een van de belangrijkste criteria. Wat we dus wel heel belangrijk vinden als mensen een opleiding willen gaan doen. Die willen we heel graag betalen, want dat is, daar kan je zoveel mee. En, die computer is natuurlijk ook van belang voor een opleiding, maar een opleiding op zich is eigenlijk nog veel belangrijker. Mijn zoon heet Roman Sahakia en hij is 24-jarige jongen. Mijn zoon ben 8 jaar niet geweest in school, omdat we hebben geen antwoord gehad, positieve antwoord. We moesten wachten. En dan gelukkig hebben we gekregen pardonregeling. En na die pardonregeling, toen we hebben een huis gekregen in Wijchen, hij bent geweest in Rosse in Nijmegen en heeft gekozen die opleiding ICT. En toen mijn vrouw heeft gevraagd, mevrouw Zwartiter, wil jij je opleiding doen? Wij kunnen ook helpen. Jij? Ik heb gezegd nee, graag. Mijn zoon wil eerst computer hebben. Dat is heel groot hulp, omdat als ik straks ga school ook moet computer hebben. Dit computer kan voor hele gezin dient. Het zou heel erg fijn zijn als er nog meer diakonieën deze actie over zouden kunnen nemen. Maar belangrijk is natuurlijk dat diakonieën daar geld voor hebben en daar moet je ook mensen voor vrijmaken. En dat als je wil, dan kan je dat, denk ik. Want je bent daar gewoon voor geroepen om dat te doen en dan hoor je dat ook te doen eigenlijk. Ik kan wel zeggen van het zou alleen maar fijn zijn, maar eigenlijk is het gewoon de plicht van de diakonieën om zoiets op te gaan zetten. Wij hebben dit als diakonie gedaan, Maatwerk voor Pardon. En wij vinden ook eigenlijk dat het
door meerdere diaconieën in Nederland gedaan zou kunnen worden. Omdat het je ook heel veel kansen geeft als diaconie, maar je ook heel goed invulling kan geven aan je diaconale werk. Als ik zeg van, wat zou nou tips zijn voor andere diaconieën, dan denk ik van, blijf heel dicht bij jezelf, maar probeer gewoon werkelijk in contact te komen met oud-vluchtelingen en asielzoekers. En ga er voorbij aan dat je denkt van, ja, wat moet ik er nou mee? En is het niet raar dat ik bij die mensen op bezoek kom? En dan, zij hebben dromen en zij willen graag hun dromen waarmaken. En niet alles dat dat nog kan, maar ze zijn gevlucht. Niet zomaar. Ze zijn gevlucht om een bepaalde reden. En ze willen niks anders liever dan hier hun plaats weer innemen. En dat is heel erg moeilijk. En als wij kunnen helpen, doen we dat met ontzettend veel liefde. Ik was zo blij. En elke keer, elke dag, ik bid tegen God, dank u wel, omdat jij hebt gestuurd, mevrouw Caroline, bij ons.